Hoi, welkom bij Frits Kuiper Groningen. Net als wij moeten eten, moeten de vissen natuurlijk ook hun maag kunnen vullen. En omdat jullie ook niet elke dag boerenkool willen, hebben wij ook voor jullie geschupte vriend een uitgebreid Hikari visvoer assortiment. Wij hebben ze onderverdeeld in verschillende categorieën. We hebben een visvoer voor de zeewater. We hebben een speciaal visvoer voor de goudvissen en de sluierstaten. We hebben wat lekkers voor het gezelschap aquarium. We hebben wat hapjes voor de cycliden. En als laatste hebben we ook nog voor de kieskeurige eters ook nog een mooi assortiment. En voor mezelf wat. Nou, wat hebben we allemaal voor de zeewatervissen? We hebben de Seaweed Extreme. Dat is een herbivoorvoer gemaakt van hoofdzakelijk zeewier. Dus voor de groeneters, de doktersvissen en dat soort vissen. Nou, dan hebben we de Hikari Marine A. De Marine A is eigenlijk een visvoer voor de wat grotere vissen. De omnivoren. Dus eigenlijk die alles eten. Dan hebben we voor de herbivoren hebben we een speciaal probiotic voer voor de goede darmflora. De Sicari Hikari Marine Herbivore. Nou, en heb je een carnivore, dan heeft Hikari ook een speciaal probiotic carnivorenvoer. Dat is deze, dat is de Marine Carnivore. Blauwe verpakking. Nou, en dan hebben we natuurlijk in een aquarium ook nog mooie koralen. Die willen ook eten. En daarvoor hebben we de Hikari Coralfic Delight. Een heel mooi voer, je kan er een papje van maken en dat op je koraal doen. Je kan het met een pipet spotfeeden. Dus dat je de koralen echt gewoon met de pipet voert. Daardoor wordt je koraal gezonder, wordt sneller groot. Ideaal. Wij zijn er fan van. Nou, dan komen we bij de Hikari koudwater vissenvoer. We beginnen met de Hikari Coldfish Staple. Ook Hikari Coldfish Staple is een drijvend voer speciaal voor uw goudvis. Dan komen we bij de Hikari Coldfish Gold. De Coldfish Gold is ook een drijvend voer, speciaal voor de goede groei en voor de kleur. Ook speciaal voor de goudvis, omdat die drijft. Dan hebben wij nog de Sinking Goldfish Excel. De Sinking is dus speciaal voor de sluierstaat. Want die mogen eigenlijk geen voer hebben wat drijft aan het oppervlak. Sinking Excel. Nou, dan hebben we ook nog twee probiotic voeren van Hikari. Eén is de balans, dat is dus voor de gezonde darmflora en voor de algemene gezondheid van uw koudwatervissen. Naast de balans heb je ook een speciale Hikari voer voor de kleur. Dus wil jij je sluierstaten, je goudvissen, je leeuwenkoppen optimale kleur houden, dan adviseren wij deze probiotic Hikari Fancy Coldfish. Nou, dan heb je hele grote leeuwenkoppen. Dan hebben wij ook nog speciaal de Lionhead. Speciaal uitgebalanceerd voer voor uw leeuwenkop. Om deze in optimale conditie te houden. Nou, dan komen we bij het algemene tropische visvoer van Hikari. We beginnen met de Hikari Micro Pellets. Dat is eigenlijk een hoofdvoer. Er zit eigenlijk alles in. Vitamine, noem maar op. Het zijn mooie kleine balletjes. Worden door de meeste vissen wel gegeten. Langzaam zinkend. Dus eventueel ook bodembewoners kunnen hier ook wat van meepikken. Dan heb je de Hikari Micro Waffers. De Micro Waffers zijn net weer een slag groter dan de Micro Pellets. En dus voor de wat grotere vissen. Ze zinken ook wat sneller. Dus bijvoorbeeld ook je Boetsia's, die zijn hier gek op. Nou, dan hebben we de Hikari Tropische Algenwafels. Dat zegt het al, dat zijn eigenlijk algen, spirulina. Die zijn speciaal voor de L-nummers, die groenvoer op het menu hebben staan. Het zijn mooie harde wafels, dus ze vallen ook niet zo snel uiteen, dus het wordt ook lekker lang gegeten. Een tip is, als je dus algeeters hebt die vaak wat later op de dag actief worden, gooi er ook 's avonds eens zo'n tabletje in. Nou, dan heb je ook nog de sinking wafels. Dat is dus niet alleen groenvoer, maar is bijvoorbeeld voor je corridora's heel belangrijk. Corridora's komen vaak voedsel tekort, omdat de andere bewoners het voer voor hun neus wegeten. Deze tabletjes worden lekker lang gegeten door de corridora's. Nou, dan hebben we hier nog twee speciale. We hebben de Vibra Bites. De Vibra Bites is een heel mooi voer. Speciaal voor de kleur ook. Er zit heel veel carotene in.
En de Vinerabuit doet eigenlijk een beetje de imitatie van een rode muggelaar van na. Prachtig voer, zijn we ook echt fan van. Discusvissen en alles. Kleurt er prachtig van, wordt heel goed gegeten. En dan de laatste, dat is de Medeka. De Medeka is een heel fijn voer. Het is bijna stof. Ideaal voer voor bijvoorbeeld hele kleine rasboraatjes of kleine rijstenvisjes. Of natuurlijk kleine babyvisjes. Ikari Medeka, ideaal. Nou, dan komen we bij de categorie cyclidevoer. Cyclidevoer heeft Ikari verschillende soorten voor. Je hebt de Sinking Cichlid XL. Dat is voornamelijk een groen voer. Een heel mooi voer voor uw Tanganyika cyclides bijvoorbeeld. Dan hebben we de Cichlid Colt Sinking. Dat is voornamelijk een voer wat door de Malawi cyclides als favoriet wordt beschouwd. Het is een zinkend voer. Kooltjes blijven mooi lang bij elkaar, dus het wordt ook lang gegeten. Komt in verschillende maten trouwens. Je hebt de mini korrel, je hebt de medium korrel. Toppetje. Dan hebben we nog voor de Zuid-Amerikaanse cyclides hebben we nog twee soorten. Dat is de rode en het is de groene. De rode is voornamelijk voor de kleur, waar de groene voornamelijk voor de groei is. En dit zijn allebei drijvende korrels. Dus echt voor de grote Oscars en dat soort vissen, die zijn daar heel erg gek op. En dan hebben we nog de overige voer van Ikari. Nou, gaan we allemaal even langslopen met jullie. We beginnen met de hele kleintjes. Dat is de Ikari First Bites. Voor de allerjongste visjes, voor de eerste dagen, heel fijn stofvoer. Heel mooi vol met eiwitten en noem maar op. Dus ze groeien er goed van, ze worden er goed en gezond van. Voor de eerste dagen van de jonge babyvisjes. Nou, dan hebben we de betta's. Iedereen kent de prachtige betta's natuurlijk wel die wij in de winkel hebben. Nou, die willen natuurlijk ook een prachtig voer hebben. De Ikari Betta Bio Gold is een speciaal uitgebalanceerd voer voor uw betta's. Dan komen we aan bij de Fancy Guppy. Als je je gumpies mooi groot hebt gekregen met Ikari First Bites, dan wil je ze ook mooie kleur hebben. Daarvoor hebben we Ikari Fancy Guppy. Goed gezond voer, met veel proteïne, veel eiwitten, veel carotene om de kleur van de vis te boosten. Nou, discusse vis ook zeker geen makkelijke vis. Daarom wil je daar ook zeker een goed voer voor hebben. Ikari Tropical Discus Bio Gold. Dat is een super voertje, ook om de vis mooie kleur te houden. En zorg voor een goede afwisseling naast uw diepvriesvoer. Dan komen we bij de grote jongens. De Sinking Carnivore Pellets. Dat zijn mooie pellets voor zowel zeewater als zoetwatervissen. Ze vallen naar de bodem, dus de vissen die schakelen dat van de bodem af. En dan hebben ze één tablet, dan hebben ze bijna al een paar dagen te eten daaraan. Zoveel voeding zit daarin. Dan hebben we een hele grote, dat is de Jumbo Carnivore Sticks. De Jumbo Carnivore Sticks die zijn echt ideaal voer voor bijvoorbeeld grote arowana's. Dat zijn grote sticks, ze drijven aan het oppervlakte. Ze worden ook lekker lang gegeten. Ideaal voer. Eén Jumbo Carnivore Stick staat bijna gelijk aan één goudvis. Wat de mensen helaas ook wel eens aan deze vissen geven. Dit veel beter dan een goudvis. Dan komen we bij de Red Parrots. Die kent ze niet. Grote oranje cyclides. Ze komen tegenwoordig ook in andere kleuren. En om ze op mooie kleur te houden, heb je er ook een speciaal voer voor. Ikari Cichlid Blood Red Parrot voer. Grote zak, lekker makkelijk voeren. Aanraden. Nou, een power food, dat zo noemen wij het, is de Ikari Massifor Delight. Grote tabletten, die bijvoorbeeld voor je meer vallen, je shana's, noem maar op. Alle grote bodembewoners voornamelijk, die zijn hier gek op. Het is een duur voer, maar het is zeker meer zijn prijs waard. Nou, dan hebben we nog twee wat eigenlijk niet voor de vissen is, maar voor de overige bewoners. We hebben nog een krabcuisine, speciaal voor de krab, kreeft enzovoort, noem maar op, de schaaldieren. Ook een mooi voer, kan ook voor zeewater gegeven worden, voor bijvoorbeeld de bloedgarnalen, de poetsgarnalen enzovoort. Snel zinkend, dus de bodembewoners die hebben het snel in hun, op hun bordje, laten we het zo maar zeggen. Nou, voor de mensen die schildpadden hebben, hebben we natuurlijk ook voer. De Ikari Turtle Sticks, ook een hoofdvoer. Het drijft, dus de schildpadden kunnen het makkelijk van het oppervlakte pakken. Ikari Turtle Sticks. Nou, zoals je ziet is voor elke vis wat wils.
De vis hoeft niet elke dag hetzelfde te eten, dus ik zou ook zeggen, wissel een beetje af. Heb je vragen over welk visvoer voor jouw vis nou het beste is? Stel ze gerust via e-mail, telefoon, WhatsApp, postduif, goudvis of wat dan ook. Ik zou zeggen, tot ziens in de winkel of koop het gemakkelijk bij ons in de webshop. Tot ziens, Fritz Kuiper Groningen. Hoi!